De Associatie van Surinaamse Fabrikanten, ASFA, ziet graag een goede herstructureringsprogramma van de overheid tegemoet om de huidige crisis te kunnen overbruggen. De ASFA-voorzitter Wilgo Bilkerdijk haalde gisteren tijdens de reguliere persconferentie van de overheid aan dat de economie zwaar te lijden heeft gehad onder de COVID-crisis. Echter bekent hij dat sommige bedrijven reeds daarvoor zware tijden hebben gekend. Bilkerdijk vindt daarom dat er een stimulus voor bedrijven moet komen om de economie weer op gang te helpen. De ASFA-voorzitter zegt het productiefonds ook belangrijk te vinden. Voor ons is het eigenlijk er is geen andere optie als dat we zeker met de nieuwe regering aan tafel zullen gaan om, als het niet lukt in deze periode, om dus zo'n productiefonds in werking te krijgen. Want het is wel een stimulans die je als regering dient te geven aan die private sector. En als we praten over de private sector, laten we toch even dat eigenlijk een beetje proberen nummers aan te geven. Bij de KKF staan er iets van 30.000 bedrijven, dus economisch actieve bedrijven, geregistreerd. 4.000 zowat is inactief. Maar reken maar dat van de rest die er is, is het groot deel, en het groot deel is eigenlijk meer dan 80%, hoort tot die MSME, dus de kleine ondernemingen. En zij hebben zonder meer die injectie nodig van de overheid. Dus voor ons is deze case absoluut nog niet afgelopen. We gaan wel verder om te kijken hoe de overheid inderdaad een handreiking kan geven aan de belastingbetalers, die formele bedrijven. Ik praat hier over de formele bedrijven, niet eens over de informele bedrijven. De COVID-crisis heeft ook teweeg gebracht dat tal van mensen nu thuis zitten zonder werk of loon. De onderdirecteur arbeidsmarkt van het ministerie van Arbeid, Rowan Noregio, wijst er echter op dat werknemers niet zomaar ontslagen mogen worden. Voordat men overgaat tot ontslag, dient er eerst een ontslagvergunning aangevraagd te worden bij de ontslagcommissie. En dan moet men dan in afwachting op de resultaat van de ontslagcommissie, weet men dan of men dan over mag gaan tot het geven van ontslag. En we weten nu allemaal dat tijdens deze COVID-periode en COVID-maatregelen het voor vele bedrijven, werkgevers heel moeilijk is. En waardoor dan zo'n ontslagaanvraag getoetst wordt door de ontslagcommissie. En er zullen ook gevallen zijn waar dan werknemers op staande voet ontslagen worden. En dan moet zo'n melding gedaan worden bij de arbeidsinspectie. En indien een werknemer vindt van dat zijn of haar ontslag niet rechtvaardig geschiet, dan kan men altijd een klacht gaan indienen bij de arbeidsinspectie. Rowan Noregio, onderdirecteur arbeidsmarkt van het ministerie van Arbeid. Hij sprak gisteren tijdens de reguliere persconferentie van de overheid rond de COVID-crisis.